Wachten, wachten, wachten. Totdat de poorten opengaan naar de heilige graal. De Yeezy Boost 350 V2. Hoe lang ben je hier? Sinds dinsdag. Sinds dinsdag? Echt permanent of? Nee, want ik woon gewoon in Amsterdam, dus kan ik gewoon naar huis. Maar dan is er zo'n check en dan moet ik snel komen. Het is wie het eerste komt, wie het eerst maalt. Sinds de bekendmaking. Je hoeft niet permanent te blijven zitten, maar je moet wel in de buurt blijven. Er is namelijk een lijst. Hierop kan je duidelijk zien dat ze elk uur hier zijn geweest. Dit zijn de namen en dit zijn de tijden dat ze hier zijn geweest. Ja, en met zo'n strakke lijst zorg je dat er niet mensen stiekem tussendoor komen. Ja, klopt inderdaad. En dat werkt. 50 paar hebben ze van Adidas gekregen om te verkopen. 50 wachtenden hebben recht op één paar. Maar ja, of je maat ertussen zit... Ja, ik ben nummer 12 hier en ik ben de eerste met de maat 40, dus dat komt goed, ja. Ja, zeker. Dat heb je al helemaal uitgezocht. Ja, precies, ja. Nee, komt goed. Van de 11 voor jou dat ze niet jouw maat hebben? Ja, precies, ja. Er zijn meer winkels waar het gekkenhuis is op straat. Zoals hier, in Sittard. Ik moet die schoenen gewoon hebben. Het gaat natuurlijk niet om gewone sneakers, maar om speciale modellen waar er weinig van gemaakt worden. Een rage die komt uit, hoe kan het ook anders, Amerika. Weten ze bij deze winkel in Amsterdam, die al een flinke tijd meedraait. De oprichters van Patta hebben dus echt gewoon liefde, gewoon passie voor sneakers. En die gingen dus altijd naar het buitenland, dus Verenigde Staten, kwamen dus terug. En zo is het dus een beetje begonnen. Dat is mijn allereerste sneaker waar ik verliefd ben geworden, dat is deze. Dat is 1994. Niet alleen vrouwen kunnen dus een schoenenfetish hebben. Maar de sneaker is veel meer dan een kledingstuk, zegt deze handelaar en verzamelaar. Het is een fashion statement, een verlengde van wie je bent. Een bepaald gevoel die je uit wil stralen. Ja, voor mij geeft inderdaad een soort van identiteit. Maar onder de gelukkigen in Amsterdam zijn ook mensen die helemaal niet voor zichzelf shoppen. De kleinste maat. Kan ik dus verkopen met winst. Dan ben ik zelf meer van het type sneakers dat je draagt totdat ze letterlijk van je voeten afvallen. Maar stel nou dat ik dit exclusieve model toch zou willen kopen. Nou, dat kan inmiddels op Marktplaats. Alleen dan kosten ze wel €900. Big business. En toch zijn er in Amsterdam ook kopers zonder eurotekens in de ogen. Zo, gelukt in jouw maat? Ja, het is gelukt in mijn maat, ja. Je had gelijk dus. Ja, ik had gelijk.